Ik ben Laurens en ik ben vierdejaars student European Studies. Na de middelbare school had ik geen idee wat ik wilde gaan studeren. Ik ben toen eerst een jaar naar Canada gegaan. Ontzettend mooie tijd gehad, heel veel mensen uit verschillende culturen en achtergronden leren kennen. En juist omdat ik dit zo leuk vond en wat er gebeurt in de maatschappij, heb ik ervoor gekozen om daarna te beginnen aan mijn opleiding European Studies. Het hoogtepunt was de Europareis in jaar 2. Je gaat dan echt een week de praktijk in en kijkt hoe het op Europees niveau in elkaar steekt. Je gaat langs allerlei Europese instellingen en lobbykantoren van maatschappelijke organisaties, zoals Greenpeace en Amnesty International. Daarnaast zijn we ook bij het Europese parlement langs geweest. En we waren welkom bij Frans Timmermans in het gebouw van de Europese Commissie. Ik denk dat zo'n praktijkweek ontzettend waardevol is, omdat het verder gaat waar studieboeken ophouden. In het derde jaar ga je een half jaar verplicht studeren in het buitenland. Ik heb toen vak gevolgd aan de Universiteit van Madrid. En wat ik het allerleukste vond aan die ervaring was het contact met de internationale studenten en het leren van de Spaanse taal. Daarnaast denk ik dat studeren in het buitenland goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Even weg uit de vertrouwde omgeving en ervaren hoe het is om in het buitenland te leven. We zijn nu in Den Haag, waar ik mijn afstudeerstage doe bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier sta ik in direct contact met diplomaten in binnen- en buitenland en beantwoord ik vragen over de rechten en plichten die zij hebben. Het ene moment mail ik met een collega in Noord-Afrika of Zuid-Amerika over fiscale vrijstellingen. En het andere moment ontvang ik samen met een collega een buitenlandse diplomaat bij ons op het ministerie. Het leuke van zo'n afstudeerstage is dat je een kijkje in de keuken kunt nemen van een organisatie waar je misschien later zelf ook komt te werken. Een groot deel van de Nederlandse wetgeving komt uit Europa. Naast de ministeries hebben ook de gemeenten en provincies daarmee te maken. Dit betekent dat je als afgestudeerd European Studies student aan de slag kunt bij verschillende lagen van de overheid. Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer. Daarnaast kun je ook aan de slag als projectmanager voor grote subsidieprojecten om duurzaamheid en werkgelegenheid binnen Europa te vergroten. Als je klaar bent met de opleiding is een baan in het buitenland mogelijk. Maar ook op regionaal en nationaal niveau is er dus genoeg te doen. Kortom, je hoeft niet per se Europa in om voor Europa te werken.